Maar wat jij gedaan hebt, is dat je ook met historici bent gaan kijken. Ja. Omdat je eigenlijk hebt onderzocht, want het gaat ook over racisme in porno. Zeker. Dat je hebt onderzocht van waar komen nou eigenlijk die hele specifieke ideeën als het gaat over Aziatische vrouwen, maar ook wel over Aziatische mannen. Daarvan laat je zien, van die worden vaak gezien als, als zwak en onderdanig en wordt niet eens opgemerkt, zeg maar. Wat wordt daar gezegd? Nou, wat heel erg interessant is, is dat de Aziatische vrouwen de meest gewillige zijn. Terwijl, zeg maar, volgens de datingwebsites, dat is gewoon data, zijn de Aziatische mannen het minst aantrekkelijk gezien. Terwijl we toch dezelfde etniciteit hebben, zeg maar. Ja. Maar wat ik ook, wat het is eigenlijk gewoon een geschiedenisprogramma. Dus bijvoorbeeld, we hebben het over, als je het over de Aziatische vagina hebben, zeg maar de vulva. Dat komt dus eigenlijk uit een onderzoek die is gedaan in 1989 door een Duitse gynaecoloog. Die is naar Java vertrokken. Die heeft daar honderden meisjes gefotografeerd tegen hun wil. Die konden gewoon geen nee zeggen. En dat boek is eigenlijk gewoon naar, in Nederland gepubliceerd. En dat was gewoon lekker Javaanse meisjes kijken voor een Nederlandse man. Ja, ja, maar dit is toch, dit is gewoon even een zieke man, toch? Dat is niet, je begon als dokter, dus ik denk, oh ja, hij gaat daar onderzoek doen, maar dit is gewoon. Nou, ik weet niet hoe oud die meiden waren, maar ik denk dat je over kinderporno praat. Nou, het is in die tijd, het waren wel jonge meisjes. En in die tijd kon je zeg maar niet nee zeggen tegen zo'n gynaecoloog. Ja, maar het gaat er jou eigenlijk om dat er bepaalde dingen uit het verleden zijn. Want je hebt het ook over kolonialisme. Waarbij je een bepaald beeld plakt op een hele bevolkingsgroep. En die zie je ook terug in porno. Ja. In wat er in pornofilms verwacht wordt van Aziatische vrouwen, zwarte mannen. Ja, ja. Zeker. Er is niks zo, zeg maar, onbewust als voorkeuren. Mm-hmm. Maar datzelfde geldt dus ook voor racisme en koloniale ideeën. Dus je mag leuk vinden wat je leuk vindt, maar wees je gewoon heel erg bewust met de vooroordelen die spelen als je iemand selecteert. Dus als je swipet, maar ook als je zeg maar porno aanklikt. Maar even gewoon een vraag. Ik vind het heel interessant. En ik heb de documentaire nog niet gezien. Ik zou hem wel graag willen zien. Maar de voorkeuren zijn toch juist heel breed. Dus dat geldt voor de Russische vrouwen, Europese, de Hollandse meiden, de Duitse meiden. Dus de Oostenrijkse meiden. Dus er is toch voorkeur. Dus ik probeer te begrijpen dan het racisme dan daarin. Dan. Wat heel interessant is, vind ik, is dat porno eigenlijk een soort van weerspiegeling is van de maatschappij. Een plek waar dus eigenlijk alles mag. Dus wat je bijvoorbeeld zag in 2015, toen de Syrië-crisis uitbrak, toen was er dus een ontzettende influx met zeg maar vluchtelingenporno. Oké. Dus zeg maar, u vraagt en de porno geeft. Wat is vluchtelingenporno? Ja, daar ben ik ook benieuwd naar. Heel snel. Ga ook wegwezen. Dat is dus zeg maar als dat er meestal een vrouw met een hijab op, die komt dan eigenlijk smeken om iets voor geld, zeg maar. Ja. Dus het is heel hatelijk. Maar dat is het verhaal wat erachter geplakt wordt. Zeker, ja. Maar het is eigenlijk een soort van altijd een constante reactie op current events.